Hi, welkom bij een nieuwe video van Trouwplannen. We zijn vandaag op bezoek bij Hip Design en we willen graag de bruidsparen laten zien hoe alles in zijn werk gaat. Van het uitzoeken van de trouwkaart en echt het design ervan. Het hele proces en daar gaan we jullie nu mee meenemen. Hi. Ja, nou, Evie, superleuk dat we vandaag mee mogen kijken. En wij willen toch graag voor de bruidsparen ook laten zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ja. Hoe lang van tevoren moet je ongeveer gaan zoeken naar een trouwkaart? De kaarten worden tussen een half jaar en 4 maanden wel verstuurd. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om eerder nog een save the date te sturen als je bijvoorbeeld midden in de zomervakantie gaat trouwen. Dat mensen alvast rekening kunnen houden met de trouwdatum in de vakantie. Dat ze hun vakantie daarop kunnen aanpassen. Ja, en wanneer verstuur je die save the date dan? Stel je gaat in zomervakantie trouwen, dan vaak rond de kerstperiode. Dat ze echt voor het boeken van de vakanties er rekening mee kunnen houden. Ja, jullie hebben ook echt al die verschillende soorten, dus save the date. Ja, van save the date tot bedankkaartjes of als je menukaartjes wil, dat passen we gewoon voor je aan, zodat het allemaal mooi in één stijl blijft. In dezelfde stijl. Oh, ja, dat je een hele eigen trouwhuisstijl krijgt. Ja. Oké, helemaal goed. En wat voor verschillende stijlen hebben jullie? Van klassiek tot vintage trouwen. Dus denk aan kant en wat ouderwetse papiertjes erachter. We hebben echt hippe kaarten, dus die wat aparter zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld strandthema, of als je op het strand gaat trouwen. Dus voor iedereen wel wat wils. En bij elk thema past wel een kaart. En dat kun je ook allemaal online gelijk? Ja, zeker. Ja, alle kaarten zijn online helemaal aan te passen. Dus inderdaad, vanaf de lettertypes, het kleuren, achtergrondjes, alles is aan te passen. En lukt het zelf niet, dan kunnen wij altijd helpen. Handig. Ja, zeker. En ook een kaartje helemaal laten ontwerpen. Ja, als je echt een idee hebt wat niet op de website staat, dan kun je ook een ontwerp op maat laten maken door ons. Ja, dus als je echt heel specifiek in je hoofd hebt wat je wil en je kan het echt niet vinden, dan maken we het echt helemaal uniek voor jou op maat. Ja. Oh, wat goed. We hebben nu eventjes wat kaartjes erbij gepakt. Evie, zijn dit de kaartjes die op dit moment het meest gekozen worden? Ja, deze die wordt wel echt heel veel besteld. De gouden Yes We Do kaart. We hebben nog meer versies, maar de Yes We Do is echt heel populair. En vintage, klassiek met vintage, met de olijftakjes is wel echt... Het is ook wel echt iets van nu, de buitenbruiloften. Ja, vertrouwen in het buitenland. Ja. Italië, Frankrijk, ja, is heel leuk daarvoor. Ja, zeker. Ook de papiersoort vind ik echt heel fijn. Ja, dat is de Oud-Hollands met het structuurtje erin. Okay. Ja, is heel leuk bij vintage kaart of klassiek. Ja. En dan deze nog, ook superleuk. Ja, is weer iets heel anders. Het is heel typografisch en wat stoerder. Met zo'n sticker? Ja, je kan bij alle trouwkaarten door ons sluitstickers op maat laten maken, zodat je echt een setje hebt. Bij deze hebben we dan gekozen voor een leuke tekst, maar het kan bijvoorbeeld ook een blaadje zijn of ringen of een hartje. Dat je echt een compleet pakketje maakt van je trouwkaart. Ja, maakt het dan net even. Ja, is wel bijzonder. Ja. En ook de envelopsoort? Ja, we hebben er 22 verschillende en dit is de Kraft envelop. Zeg, met het structuurtje erin. Ja, die past inderdaad wel heel goed bij deze. Ja, en bij deze is die ook heel leuk. Ja, dat je echt op natuur naar voren laat komen. Ja. En als je een proefsetje bestelt, hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Je kunt je kaart alvast kiezen op de papiersoort die je denkt dat het mooist is. En daarbij krijg je dan een sample setje. Ja. En hierin zitten al onze 6 papiersoorten en al onze envelopkleuren. En dan kun je gewoon even kijken wat het verschil is tussen papiersoorten en welke envelopkleur dan het mooist bij je kaart past. Dus dan hoef je niet 6-7 verschillende proeftrekken te bestellen. Nee, dat zou zonde zijn. Nee, je kunt het gewoon even rustig naast elkaar houden. Ja, nou, zet het dan.
superleuk om een kijkje te nemen bij Hip Design. Om het hele proces te zien van het echt ontwerpen van de kaart naar het drukken van de kaart. Leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. Er volgt binnenkort ook weer een nieuwe. Dus blijf vooral kijken, blijf ons vooral volgen. Doei!